Wessel Krul uit Enkhuizen is pas 19 jaar en zijn leven bestaat uit fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Hij is een groot talent en hij heeft een plek weten te bemachtigen op het EK tijdrijden voor belofte volgende week in Alkmaar. Toen de bondscoach belde, Adriaan Helmantel dan, toen hij vertelde dat ik bij de selectie zat, was ik wel echt heel erg blij. Dus oh ja, vooral als eerstejaars dan is het wel echt bijzonder. Dus. Hij mag dus met de grote jongens mee fietsen en dat is hem niet zomaar aankomen waaien. Hij zit al van jongs af aan op de fiets en de liefde voor het fietsen heeft hij mede te danken aan zijn opa. Eerst vond ik het leuker om met vrienden buiten te spelen en toen vroeg mijn opa van nou kom een keertje mee fietsen. En dan vond ik het toch altijd een beetje lullig om dan nee te zeggen tegen mijn opa. En zo gingen ze samen fietsen. Nu Wessel steeds verder komt met wielrennen is het zijn opa die overal met hem mee naartoe gaat. Als we echt niet kunnen, zou ik zeggen verjaardag of wat anders. Dan gaan we niet mee, maar we gaan naar Oostenrijk mee geweest en naar België, naar Frankrijk. En, U bent zijn grootste fan? Nou, hij heeft er wel meer, maar ik denk het wel, ja. Het EK volgende week is een grote stap in Wessels carrière, maar zijn dromen gaan nog een stukje verder. Ja, mijn grote droom is prof worden en uiteindelijk bijvoorbeeld de Tour de France fietsen. Dat lijkt me heel vet, ja. Ik kijk hem met een bril van een opa erin, maar anderen zeggen dat ook. Hij zou het kunnen halen. Dus ja, goed, daar ga je een beetje vanuit.